Vandaag heb ik weer een tag voor jullie en dit keer The Secret Life of a YouTuber. Vertaald het geheime leven van een YouTuber. En dit zijn vragen die gaan over mij als YouTuber. Het is een Engelse tag en ik zag vorige keer dat mensen wat moeite hadden met Engels. Sorry, daar heb ik er niet aan gedacht, dus ik ga de vragen naar het Nederlands vertalen. Hoe lang ben jij al bezig op YouTube? Ik ben al vanaf 2007 YouTuber. Eigenlijk gelijk met de lancering van mijn site lanceerde ik ook mijn YouTube-kanaal, Beautygloss. En dat is nu al 7 jaar. Dat is echt, tijd gaat zo hard. Op welk moment denk je dat je gaat stoppen? Nou, dit is best wel, die vraag die krijg ik wel vaker van, hé, want het gaat natuurlijk niet voor eeuwig door. Daar ben ik me heel erg van bewust. Ik denk niet dat ik ooit zal stoppen met video's maken, want ik heb wel echt het hele filmwereldje, het online video's, dat is wel echt mijn ding. Ik vind het zo ontzettend leuk. En ik weet niet of ik voor eeuwig op de voorgrond te zien zal zijn. Maar ik weet zeker dat ik altijd wel iets ermee zal blijven doen. Dus wanneer ik zal stoppen, ja, echt nooit. Tot aan mijn pensioen het liefst. Wat vind je het beste aan YouTuber zijn? Ja, wat ik echt fantastisch vind van YouTube, is dat je je creativiteit helemaal los kan laten gaan. Je kan een video maken zo leuk en creatief zoals jij dat maar wil, zonder dat iemand tegen je zegt, nee, dat mag niet, of dat kan je niet doen, dat moet zo en zo. Nee, weet je, ik doe gewoon wat ik zelf wil. En hoe leuk is het, dat is denk ik het allerleukste, dat er mensen op reageren en het kijken en gewoon meedoen. Dat, weet je, het feit dat je zeg maar contact hebt met kijkers en kan reageren daarop. En stel, ze geven bijvoorbeeld een tip of zo, dat je dat gelijk mee kan nemen naar de volgende video. Ik vind dat gewoon super, super leuk. Het is een hele bijzondere manier om creatief bezig te zijn en ook sociaal bezig te zijn. Wat vind ik het vervelendste van YouTube? En wat doe ik om het weer oké te maken? Ik denk dat veel mensen zouden zeggen dat er ook wel haters zijn. Maar ik moet zeggen dat dat gewoon de afgelopen jaren een stuk minder is geworden. Op YouTube specifiek, sinds je met je Google Plus account kan reageren, merk ik dat mensen gewoon niet meer, zoals vroeger, dat er gewoon echt ernstige scheldwoorden en zo werden geplaatst. Nu is het gewoon, ja, iedereen geeft gewoon zijn mening onder zijn eigen naam. En ook voor mij persoonlijk, ik ben gewoon door de laatste jaren gewoon echt, ik kan er gewoon oké mee omgaan. Dus weet je, er is natuurlijk een verschil tussen feedback en kritiek en echt pure hate. Maar ja, dat is denk ik niet het ergste. Wat ik zeg maar het minst leuk vind van YouTube is dat het soms technisch fout kan gaan. Dus bijvoorbeeld je kan iets fout doen met editen. Of je kan iets fout doen met het importeren of zo. Dat het niet goed gaat, dat iets niet op tijd online komt. En daar maak ik me dan heel erg zorgen over. En ik krijg daar echt, dus dat is een beetje, dat vind ik het minst leuke van YouTube. Maar ja, weet je, de reacties, dat is eigenlijk het leukste. En of dat nou vervelend is of leuk is, weet je, het blijven mensen en het is gewoon leuk om daar contact mee te hebben. Hoeveel opties voor thumbnails maak je? Wat ik meestal doe, en ik denk dat de meeste beauty chicks dat wel doen, is dat ik de camera aanlaat en dat ik dan ga poseren. Dus voor deze thumbnail doe ik dat nu. Let op, daar komt ie. Het is de secret af, dus oké, nou, daar moet een thumbnail uitkomen. Dus meestal weet ik al een beetje van, nou, bij The Secret dacht ik, oh, dan moet ik even zoiets doen. En ja, dan maak ik daar wat leuks van. Maar hey, soms pak ik ook een random shot uit een video. Of een paar vind ik ook leuk om een framepje te maken met meerdere dingen. Mijn YouTube crush. Oké, ik ga wel voor The Girl Crush. Mijn girl crush is Jenna Marbles, denk ik. Ik ben echt, I love Jenna Marbles. Haar humor, haar alles. Ik heb een soort van girl crush op haar. Wie staat er op mijn collab wishlist? Nou, zoals jullie misschien weten, ben ik niet super erg van de collabs. Ik weet dat sommige mensen elke week wel een collab met iemand filmen, maar ik vind het wel leuk om te zien, maar zelf, ik weet niet. Ik ben daar heel selectief in. Ik doe dat echt alleen met de mensen die ik echt persoonlijk al een tijdje ken. Weet je, nooit zomaar met iemand. En ja, ik ben daar gewoon heel selectief in. Maar het lijkt me wel leuk om een keertje een collab te doen met iemand uit het buitenland, een internationale YouTuber. Wie kan ik nog niet precies, want ik ken een paar internationale YouTubers persoonlijk en die vind ik ook hartstikke lief. Maar ja, ik vind dat zoiets moet groeien, weet je. Je kan niet forceren dat je vriendinnen bent of zo, terwijl dat niet zo is. Dus dat, weet je, je moet iemand soort van kennen en denken, hey, jou vind ik leuk, wij gaan samen filmen. En ja, dat groeit. Wat draag ik op mijn onderste helft op het moment? Dit is echt zo'n YouTube secret thing. Oké, ik draag nu een zwart shirt met een heel lang vest. En daaronder, wauw, ik sta nu. Even kijken of je het kan zien. Een joggingbroek die tot mijn knieën gaat. Het is eigenlijk Gregor's joggingbroek. Hoe lang duurde het over voordat je op record drukt?
Ik ben best wel snel met record. Ik zet mijn spullen klaar. Ik zet eigenlijk alles. Mijn lampen, mijn decor, mijn achtergrond. Nou, de laatste tijd ga ik wat vaker voor de witte muur. Want dat, ja, weet je, dat zijn fases waar ik doorheen ga. Oké, ik denk dat het neerzetten en de set voorbereiden mijn kwartier duurt. En dan zet ik de lampen en alles klaar. Dan ga ik naar de camera, doe ik record. En dan ga ik staan en dan... Meestal weet ik wel een beetje wat ik wil doen. En dan begin ik gewoon. Dus laten we zeggen een kwartier. Wat is jouw gevoel over de YouTube community en het wereldje van YouTube? Nou, ik zie het echt als een heel positief, leuk, gezellig wereldje. Vroeger toen ik net begon met YouTube, de eerste, nou ik zou zeggen de eerste 3 jaar of zo. Toen had ik niet zo heel veel met andere YouTubers. Toen deed ik eigenlijk vooral mijn ding. Ben ik eigenlijk altijd blijven doen. Ik ben altijd, weet je, ik doe gewoon mijn ding en ja... Weet je, als je gezellig bent, vind ik je leuk en alles. Maar het is niet dat ik bijvoorbeeld... Ik ga ook nooit naar de YouTube gathering, want ik heb mijn eigen event, weet je. Dus ik zit een soort van... Aan de ene kant zit ik ernaast, maar ook zit ik erin. En de afgelopen jaren, zeker sinds ik bij social zit, het is mijn management, zeg maar. Ben ik wel echt meer met andere YouTubers opgetrokken. En ik kan daar ook onwijs veel van leren. En het zijn gewoon allemaal hele bijzondere personen. En ja, weet je, ik vind het een leuk wereldje. En net als met blogs, want ik zit aan de ene kant het blogwereldje, aan de andere kant het YouTube-wereldje, het overlapt elkaar een beetje. Is er zeg maar, je hebt mensen die het voor de fun doen en je hebt mensen die het echt als professioneel, als een bedrijf doen. En ja, dat vind ik gewoon bijzonder, dat inspireert mij ook. En ook mensen die net beginnen inspireren mij ook, omdat je dan een beetje de passie van het begin, dat je nog niet weet hoe het gaat. Ik vind dat gewoon heel bijzonder om te zien. Dus ja, ik vind het een hele leuke wereld. En ja, ik kan het met iedereen goed vinden. Wat is mijn geheim voor een succesvol YouTube-kanaal? Ja, daar kan ik heel lang over vertellen. Want het is zo succesvol. Nee, maar ik bedoel meer van... Ik heb heel veel dingen meegemaakt al. Op videogebied, op contact met mensen en dat soort dingen. Wat ik kan zeggen is dat het extreem, extreem belangrijk is om vol te houden. Ik krijg nog wel eens te horen van mensen... Ja, maar ja, jij was de eerste. Dan lekker makkelijk. Maar ja, misschien ben je dan wel de eerste. Maar zie dat nog maar vol te houden. Want... Er zijn ook mensen die zeg maar een soort van piek maken en dan op een gegeven moment bijna geen video's meer uploaden of geen tijd meer erin steken. En vervolgens ja, hoor je daar eigenlijk nooit meer wat van. En dat is zo zonde, want als je gewoon volhoudt en je ontwikkelt jezelf. Ik kijk elke week een paar uur aan video's met edit technieken, weet je wel. Dat vind ik gewoon leuk om te leren. En ik denk dat het belangrijk is om jezelf te ontwikkelen en om vol te houden en gewoon goed door te gaan. En regelmatig ook te evalueren van wat ben ik aan het doen, waar ga ik heen, wat wil ik doen. Wat willen mijn kijkers? Wat zeggen ze bij de comments? Comments zijn heel belangrijk, maar wat ik persoonlijk nog belangrijker vind, is de statistieken. Want je kan dus goed zien waar mensen vandaan komen, hoe oud ze zijn, hoe lang ze blijven kijken. Views op vlogs, weet je. Ik heb bijvoorbeeld dat nu best wel een grote stap gemaakt. Ik ga Beauty Gloss en mijn vlog splitsen op 2 aparte kanalen. Dus ik krijg eigenlijk Maar in ieder geval, dus 2... Nee, ik zou bijna zeggen 2 aparte werkzaamheden. Want het vloggen is toch heel wat anders dan wat ik met Beauty Gloss doe. Maar dat doe ik dan zeg maar op basis van de comments. Maar ook op basis van views. Want er zijn bijvoorbeeld mensen die vinden vlogs helemaal niks. Die zeggen, de vlogs en dit dat. Maar als je dan kijkt naar de views. Mijn vlogs worden soms wel 2 keer zoveel bekeken als de beauty video's. Dus oké, dan is het dus wel, het slaat wel aan bij mensen. Maar een andere doelgroep. En dat zie ik dan weer uit de statistieken. Dus... Op zich, ik vind statistieken heel belangrijk en comments. Maar vergeet nooit dat er heel veel stille kijkers zijn en lezers ook. Er zijn heel veel mensen, waaronder ikzelf, ik laat ook niet heel vaak comments achter, die wel bijvoorbeeld elke dag trouw kijken, maar niet reageren. En hun mening is ook heel belangrijk en wat zij doen, hoe zij jou volgen. En ik hou dat dus altijd een beetje in de gaten. En daarom weet ik waarom sommige dingen wel werken voor mij persoonlijk en welke niet. En ik vind dat gewoon heel belangrijk. En niet dat ik... Weet je, anders had ik nu precies hetzelfde kanaal 7 jaar geleden. Dan zat ik nog met webcam te filmen thuis. Zelfs een soort tutorial. Nou ja, tegenwoordig werkt dat niet meer. Want YouTube verandert gewoon ontzettend snel. De trends veranderen heel erg snel. Je moet meegaan met je tijd. Je kan niet hetzelfde blijven doen. Want ja, dat vinden mensen saai. Ik denk dat wat nu heel erg speelt, als we toch bezig zijn met trends. Dit is echt een beetje een achter de schermen ding hoor. Maar dit is een beetje presentatiestyle. Ik wil, kan het gewoon vertellen. Wat nu heel erg speelt is dat bijvoorbeeld... Er zijn zo enorm veel tutorials op YouTube. Dat het niet vernieuwend is om bijvoorbeeld weer een make-up tutorial te doen. Of weer... Oh, ik ga je laten zien hoe je krullen kan maken met de steltang. Ja, er zijn al 280 miljoen filmpjes van. Dus wat doe je dan? En daarom is het belangrijk om, denk ik, als bijvoorbeeld een beauty chick... om iets breder te gaan. Want ja,
Je kan niet voor eeuwig dat blijven doen. Net als bijvoorbeeld favoriete en opgemaakte video's. Dat is best wel al lang een ding. En je denkt, oh, weer een opgemaakte video. Kijk, ik neem het op omdat ik het echt heel leuk vind. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die het dus niet meer kijken. Omdat ze denken, ja, nou weet ik het wel. Weet je, weer zo'n favoriete video. En de struggle daarmee, van ga je er dan mee door? Of doe je dat juist niet? Of ja, weet je, ik heb bijvoorbeeld ook een serie gehad dat ik mijn maskervideo's. Dat heb ik denk ik 1,5 jaar gedaan. Toen ben ik er soort van mee gestopt. Dan is het ook eens van, oké, het stopt nu. Want het is nu gewoon, ik heb het nu zo vaak gedaan. En het is hartstikke leuk, ik kan het altijd nog terugkijken. Net als met tv-series, dan stopt een seizoen soms ook. En ja, ik geloof dat dat allemaal een soort van door evolueert in steeds meer dingen. Maar goed, dat is, ik zit nu echt een beetje zakelijk te ramblen. En tenslotte, wie tag ik? Nou, zoals altijd tag ik eigenlijk iedereen. Iedereen die het kijkt, als je YouTube-video's maakt. Ik zou zeggen, maak een video met jouw antwoorden daarin. Of je nou kort bezig bent of lang of wat dan ook. Laat het achter bij de comments als je hebt gedaan. Of ja, weet je, de titel. Waarschijnlijk zie je nu aan de zijkant bij YouTube zie je al de video's die deze tag ook hebben. Dat is misschien leuk om te kijken. En ja, dat was hem. Ik hoop dat jullie mijn video leuk vonden of een beetje informatief. Het is misschien net iets meer achtergrondinformatie. Maar daarom heet het ook The Secret, weet je wel. Want dat hoor je niet zo snel op de voorgrond. Maar ja, weet je, wees in ieder geval bewust van dat er meer, er speelt veel meer mee dan gewoon even een filmpje opnemen en gewoon eventjes doen. Want je moet ook in concepten denken en wat dat betreft moet je gewoon, weet je, het is een bedrijf wat je runt. Misschien lijkt dat niet zo, maar echt de grootste YouTubers hebben bijvoorbeeld ook hele crews eromheen en alles. En ja, weet je, dat is toch wel heel bijzonder om te zien en dat is gewoon echt... Mijn voorspelling is dat YouTube richting gewoon wat vroeger tv was, dat is dan straks YouTube. Want ik bedoel, wie zit er niet de hele dag YouTube video's te kijken? Ik wel. In mijn vrije tijd kijk ik YouTube dus. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie snel weer. Doeg! Leven. Er zitten een soort van schuifspeeltjes bij, maar die hoef je niet eens te gebruiken. Ik heb het met en zonder gedaan en het gaat allemaal prima. En de volgende. Soms vind ik het nog fijn om...